Hallo dames en heren, welkom terug in deze nieuwe Minecraft Zwaar aflevering. Vandaag ben ik weer al alleen, sorry daarvoor, maar ik kon geen gast regelen. Of ja, ik kon geen kijk regelen vandaag, excuseer. Maar ben ik weer alleen. Maar ik wil wel leuke dingen gaan doen, uiteraard. Ik heb ook een ei gepakt en ik wil een eitje. Doei, dankjewel. Maar ik kan vandaag, ik wil eigenlijk vandaag een paard gaan temmen. Want het lopen sinds kort, eigenlijk lopen er altijd heel veel paarden hier rond. Maar nu zie ik ze opeens niet meer. Doei, nee, kom aan, serieus. Maar waren die duizenden paarden, maar nu zie ik opeens geen die meer. Ik heb altijd zoveel paarden gehad en allee, hier toch altijd wel die rondliepen. En nu kom ik terug. Ah, daar zag ik, daar zie ik een paardje. Paard, meneer. Ik wil eentje jou temmen. Dat is ook een grijs paard. Ik weet niet, ik vind grijs niet echt mooi met paarden. Ik hoor een zombie ergens, man. Ik wil eens even te skillen. Ik zie hier ook een opening. Ja. Hey. Hier is ook wel diep, hè. Ja, boeit niet. Ik kan nu niet minen. Paarden, maar wat ook wel voor paarden nodig is ook eten. En je kunt temmen met appels of wortels. En aangezien ik geen wortels heb, moet ik hem met appels gaan doen. Dus wat ga ik doen? Ik heb boomhakken tot ik appels krijg, ja. Dus ik zie je terug wanneer ik appels heb. 2000 years later. Appel! Ja. Maar dat is lager, ja. En nu? Oh, oké. Kom maar, please. Kom aan. Ja. Ik heb wel geen appel mee, ik heb al gegeven aan jou. Ja! Hartjes. Ja! Ik heb hem, ik moet dan een zadel hebben. Wacht, een zadel. Hoe krijg je nu weer een zadel? Je moest die zadels vinden. Ik dacht van ja, is die zadel gemaakt? Maar nee, ik moet het daar toch ook vinden. Maar jij bent getemd, oké, dat is ook al goed om te weten. Maar ik was dat helemaal vergeten. Ik moet natuurlijk ook zadels vinden in plaats van. Eigenlijk zou ik op avontuur moeten gaan, hè, voor zadels te gaan vinden dan, hè, op zich. Dan ga ik op avontuur. Ik moet op avontuur gaan, ja. Ik wil echt een paard hebben. Dat is zoiets handig, een paard. Dus waarom? Ik ga een paard hebben. Of je nu wil of niet, ik ga een paard hebben. Dus, eerst even al mijn hout wegleggen. Zo, meer eten nodig, uiteraard. Pak altijd eten, maar. Boeit niet. Ik heb echt veel nodig. Troep wegleggen. Kaart zo even meenemen. Even ook wel nieuwe tools maken. Ik pak wel iron tools. Waarom niet? Dit is nu al aflevering 15. Mag wel best wel eventjes met iron zijn. Hè? Een bed ook even meenemen. Dus ik ook even een bed meenemen. Oké. Okay. Ik ga op pad. Op zoek naar zadels. En misschien ook andere dingen. Misschien een village of zo. En ik wel eens die kant ga verkennen. De kant van het water. Ik ga de kant van de zee eigenlijk. Want ja, dat is ook wel een zee. Maar ik weet niet wat daar allemaal te beleven valt. Dat is ook allemaal gebergtes, dus de kans dat ik daar een dorp tegenkom is volgens mij heel klein. Misschien ga ik eens kijken waar iemand te beleven valt. Ik wil natuurlijk een dorp of zo. Dat zou echt heel nice zijn, misschien een dorp tegenkomen. Ook in een keer wortels en die andere dingen. Dan wil ik eigenlijk varkens temmen. Oh joh, het zijn zo van die klei-eilanden. Wat is zo'n klei-eiland? Oh, dat is ook wel heel mooi, hè? Zo'n klei-eiland. Ik vind dat wel. Dat zijn wel mooie dingen. En de rest zijn ook vaak heksenhuisjes, hè? Waar heksen zitten. Even gaan verkennen, jongens. Even gaan verkennen. Ik doe er wel graag over kennen, zo in Minecraft, ja. Oh, zo van die donkere houtbomen. Echt heel nice. Als ik een paard heb, kan ik natuurlijk echt easy, veel makkelijk naar daar gaan. Ik heb ook wat dingen in mijn inventory steken van mijn paard. Volgens mij kan dat wel. Daar is woestijn in de verte. Ik weet niet of je het kunt zien, maar daar is woestijn. Weet je wat ik ga doen? Ik ga een beetje teruggaan. Want ik ga natuurlijk niet te ver weg gaan. Dan kan ik natuurlijk mijn huis niet kwijt gaan, want ik heb iron tools mee. Op zich, ik heb niet zo belangrijk gespeeld, maar ik vind mijn eigen tools. Ik weet niet, doodgaan is nooit heel fijn, hè, in Minecraft. Ik ga even van een paar pokken van haken. Dolfijnen, jongens, kijk! Oh, mei, in één keer het vallen is. Kijk, jongens, dolfijnen! Cool! Geef dolfijnen vis. Ja, vis, ik heb geen vis. Nou, ze kunnen mij helpen, zeggen ze. Bij één vis, letterlijk één vis. Ik heb één vis. Zo'n zombie! Wegwezen, oké. Okay. Ik heb een vis. Okay. Huh? Dolfijn! Vis! Die springen letterlijk in het water, nice, joh. Echt, oh, zo mooi. Dolfijn. En nu? Oh, nog meer nodig, zeker. Dolfijn is voor een andere aflevering, jongens, om die te gaan temmen. Oeh. Meeneem, kijk dus. Het is leuk om leuke dingen om te hebben, uiteraard. Zo, nog meer water, joh. Nog meer water.
Hoppa, wat zit hier? Niks. Wat is dat? Wat is dat? Is dat nieuw? Nog nooit niet gezien. Wat? Wat is dat nu weer? Is dat een... Wat is dat? Is dat een boot of zo? Wat? Is dat echt een boom, jongens? Is dat echt een boom? Een boot. Wat? Hé? Zit er toch iets in, toevallig? Ik kan misschien niet... Kan ik er ook op, überhaupt? Want het... Een kist! Please, een zadel. Please, een zadel, please. 3, 2, 1. Het is geen zadel, maar het is ook een leuke spullen, hè? Goudstaven. Lapis lazuli. En ook emeralds. Ook eens keer dat je tegenkom. Nice. Oh, ik word ook trouwens nacht. Even mijn dingen plaatsen. Wat is dat allemaal? Jongens, ik moet echt vaak op avontuur gaan. Doe nog iets onder. En die klapdeurtjes. Oh, een deur! Oh. Oh, er zit toch geen monster in ofzo, hè? Ik weet er nooit niet. Ook nog allemaal dingen hier. Is er nog iets onder? Ja, ik eens even in een deur zit. Ik vertrouw het niet. Oh, nog een kist! Please, een zadel! Please, een zadel! 3, 2, 1. Papier. En een... Een schatkaart! Een schatkaart! Nee joh! En een boek? En papier? Maar een schatkaart? Een schatkaart joh! Gewoon een schatkaart, maar je kunt zo... Je ziet zo een pijltje. Jongens, gewoon een schatkaart gevonden joh! Oké, zo'n bot. Zeer leuk ding. Handig. Nog nooit niet gezien. Zo'n trap naar boven zelfs. Ze kunnen zo... Dat was een schip geweest vroeger dit hè. Oké, jongens, dat is voor een andere aflevering. Die schatkaart. Ja, geen zadel, hè, maar ja. Ook ijsdingetjes hier. Nice, man. Ik ga wel verder kijken, hoor. Uiteraard. Een schildpad! Lol. Schildpad, bye-bye. Die tem ik ook een keertje andere keer. Oh, dat zijn zo van die occasiewoed of zoiets. Ik vind het niet zo heel mooi hout, maar... Meenemen, hè. Dus mij zit niks meer, jongens. Mij is niks meer. Qua loot. Nee, ik had het naar huis. Geen zadel gevonden, spijtig genoeg. Heel spijtig, maar ja. En die schatkaart, ik moet echt iets gaan zoeken als ik een paard heb. Maar kan het zijn dat misschien een onderwatertempel is? Kan, hè? Oh, ben benieuwd. Als dat een onderwatertempel is, jongens. Oeh, ook wel spannend, hoor. Huisje! En het paard staat ook nog altijd. Maar ja, ik heb geen zadel gevonden, spijtig genoeg, jongens. Zadel, ja, paardtempels zijn niet voor vandaag zijn. Spijtig genoeg. Ik moet eerst een beetje gaan minen. Op zoek gaan naar zo'n ding. Met geluk zo'n ding vinden. En zo'n kisten, zo'n mineshaft en zo met een kisten erin. Of een nether. Ook een optie, uiteraard, een nether. Dat je een nether zo van die kastelen gaat bezoeken met hopelijk daar ook een zadel in. Dat is ook een optie, uiteraard. Hè. Maar voor nu, ik zal eens al mijn dingen wegleggen, al mijn spulletjes. Ik wil een aparte ding voor klein maken hoor. Ja. Oh, ik heb natuurlijk geen ding meer. Zo. Ik ga dat doen aan de hand van een kist en die ga ik zetten aan mijn bed. De mooie schatkaart, jongens. Oh, maar gewoon een schatkaart gevonden, joh. Ik wist niet eens dat dat een spel was, een schatkaart. Waarschijnlijk is dat een onderwatertempel. Hopelijk. Alleen volgens mij een onderwatertempel. Of een... Of zo'n... Ik weet het eigenlijk echt niet. Of zo'n mansion kan ook, trouwens. Wat ik nu al kan doen? Ik denk dat ik nu... Gemeentehuis ga verder afmaken. Het dak, jongens. Ik denk dat ik wel een klein ideetje heb voor... Ik heb ook even opgezocht op internet voor leuke daken. Ik denk dat ik wel een ideetje heb. Maar ik vind, ja, het is natuurlijk een beetje raar gebouwd. En een beetje raar dingetje hier en zo. En hier. Maar dan precies een beetje van zo'n torentje op plaatsen en zo. En dan hier gewoon. Ik weet niet, ik moet eens een beetje eens gaan kijken voor materialen. Omdat ik wel kan gebruiken. Ik kan dit hout gebruiken. Sorry, niet slechts, maar gaat volgens mij niet mooi zijn. 5 minutes later. Moet ik uitproberen. Het is moeilijk hoor, om zo na te denken. Dat is ook al mooi, hè? Zo. Zo. En hier ook weer zo'n ding. Nice.
So. Hola. Dan hier ook gewoon binnenbouwen zeker. Ja, dat kan er niet vooruit. En dan hier alleen even zo bouwen dan. Dingen bouwen. Zo. Zo, zo. Nou nee. Zo, wacht even. Zo. Zo. Even bouwen dan. Zo, en dan hier. Ja. Wel zeker gewoon. Een plat dak. Dus kijk wat dat geeft. Is dat mooi zo? Op zich is dat wel mooi, hè. Het moet niet hoog zijn, hè. Hup, oké, nice. Eens die kant even dus ook proberen. Wat ook mooi uitziet. Ik hoop waarschijnlijk wel, hoor. Maar ja, misschien niet. Dat is misschien echt kei lelijk. Bijhouden. Oké. Zo. Eentje meer. 3. Dat doe ik natuurlijk zo. Nee. Ja, altijd irritant doen. Zo. Magnifiek eigenlijk, hè. Dan. Oh. Kijk, wat laat zien. Doe het, kom maar wel een beetje meewerken, hè. Dan gaan we. Oh, dan gaan we toch gelijk, oké. Dat ik hier dan ook even doe, zo, dat heb ik het dus zo. Zo. Dames en heren, ik heb natuurlijk wel wat meegemaakt vandaag. Ik heb een schatkaart gevonden, ik heb die boot gevonden, ik heb klei gevonden. Enfin, dat soort de klei, dat rood, geel, paars, zo van die kleien. Ik heb ook een dakdesign gemaakt, zoals je ook hier kunt zien. Maar ik kent eigenlijk helemaal een beetje houthakken, een beetje steenhakken en zo die dingen. Dus het komt allemaal goed. Een paard nemen zal een beetje verlaten zijn, want ja, zadel vinden is ook een beetje moeilijk. Dan moet ik eerst zoeken in een mineshift en zo met dingen, maar dan moet ik natuurlijk eerst nog een mineshift vinden. Maar dat zadel binnenkomt wel allemaal op, jongens. Dames en heren, bedankt voor het kijken, tot de volgende Minecraft video. Bye bye.